Het water rondom Dordrecht is voor mij ontzettend belangrijk en essentieel. Want voor mijn werk als brugwacht heb ik gewoon water nodig. En zonder water heb ik geen werk. Mijn naam is Ron Dekker. Ik ben 53 jaar oud. Ik werk hier als brugwachter in Dordrecht. Ik heb dat 11 jaar gedaan via Blue Amigo en het laatste jaar vast in dienst bij ProRail. Dordrecht heeft alles met water te maken. Dordrecht is een eiland en wordt omringd door drie rivieren. De Oude Maas, de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede. In Dordrecht bestaat ook het Drie Rivierenpunt. Dat is het drukste verkeersknooppunt voor schepen in Europa. Daar komen de Noord, de Beneden Merwede en de Oude Maas bij elkaar. En jaarlijks passeren daar 150.000 schepen. Water en Dordrecht zijn compleet verbonden met elkaar. Voor de bediening van de verkeersbrug en de spoorbrug ben ik afhankelijk van andere partijen. Een schip kan op aanvraag een brugopening aanvragen bij Rijkswaterstaat. Die zit hier 250 meter verder. De meeste aanvragen door beroepsvaart worden op afroep gedaan, dus op verzoek van het schip zelf. Jachten die gaan vaak gewoon voor de brug liggen en denken van, nou goed, elk uur gaan we open, dus dan wordt het wel geregeld. De verkeersbrug kan ik zelfstandig bedienen. Die bedien ik hier via de bedieningsmaterialen vanuit mijn bedieningscentrum, zeg maar. Voor de opening van de spoorbrug moet ik contact houden met de verkeersleider, de treindienstleider van ProRail. Die zeg maar toestemming moet verlenen, zodat ik de brug kan bedienen. Dat heeft te maken met het feit vanwege de dienstregeling van de treinen, wat er op en neer gaat en heen en weer rijdt. De opening is elk uur 3 minuten voor het heel, dus 3 minuten voor 12, 3 minuten voor 1. En dan elk uur wederom een opening. Dat gebeurt dus in overleg met ProRail. Dan zorg ik ervoor dat de scheepvaartseinen op doorvaart komen, op rood-groen komen. En dan kan ik via deze instrumenten de bediening starten. Wij werken hier met 7 collega's. Dat doen we in ploegendiensten. Wat wij vooral merken is dat in de winter is het erg rustig met scheepvaart. Dan komt er eigenlijk alleen maar beroepsvaart doorheen. En dat is 1 of 2 openingen per dag op deze brug. In de zomer is het veel drukker. Dan gaan er wel eens 20 of 25 zeiljachten tegelijk doorheen, op- en afvarend. Opvarend is richting Duitsland en afvarend is richting Rotterdam. Maar dan merk je wel dat er elk uur een opening is en dat het veel drukker is dan in de winter. Voor mijn werk als brugwacht heb ik gewoon water nodig. En zonder water heb ik geen werk.